ben Danielle en dit is mijn team. Rivina. Sudanas, en onze onderwerp is wonen in de wijk. Vindt u uw werk leuk? Ik vind het hartstikke mooi beroep. Je bent vrij, je bent buiten, je bent de hele dag bezig, je hebt je eigen ding. Dus ik vind het prachtig. Oh. Jawel, ik vind het heel leuk. Maar ik vind het niet bestaanbaar veel auto hard rijden. En inderdaad, het is moeilijk. Misschien hebben veel mensen hebben push, katten of iets. Beter mensen gewoon rustig rijden, 30, 30. Dat is normaal, wettelijk. Ja? En ik vind het leuk, misschien ik ben bang als kinderen. Moet ook een beetje iemand als rijden, hard rijden. Je moet gewoon ook kijken, misschien kind, hij wil lopen of spelen, toch? Wij moeten ook denken aan kinderen, niet denken alleen op onszelf. Toch, maar de wijk is hartstikke leuk. Wat een gezellig geest dit. Nee, boerderij. Ja, echt mooi. Ja. Ik niet weten, ja? Jongen. Mooi, hè? Ah ja, mooi. Zeker mooi. Niet zo verzenten, niet zo vereten. Allemaal niet werken. Begrepen? Niet goed. Maar kinderen niet zo verwerken. Niet zo verzenten. Alleen een beetje centen. Baite. Arapo, baite. Alleen de arapo. Ja, arapo, claro. Ja, niet goed. Allemaal meer centen, minder werken. En hoe bevalt u dit huis? Prima. Het is lekker rustig hier in de wijk. En ja, het zijn goede huizen. Wat vindt u het leukste aan dit huis? Je zit vlakbij school. Het is, binnen een paar minuten bij je in de stad op de fiets. De winkels zijn dichtbij. Voor de kinderen is er veel speelgelegenheid. Het park is dichtbij. Dus dat zijn allemaal goede dingen.